En het laatste Salat al-Juma, of vrijdaggebed, van de Ramadan is vandaag geweest. Tot en met Idul-Fitr op 10 april zullen bij een aantal moskeeën donatiebussen worden geplaatst. Zo willen ze een steentje helpen bijdragen aan het oplossen van de humanitaire crisis in Palestina, de Gazastrook. Deze actie is geïnitieerd door minister Bronto Somoharjo van Binnenlandse Zaken. Dit met behulp van het Surinaams Rode Kruis. Somoharjo zegt tijdens de moslimvastenmaand te hebben opgemerkt dat de moslimgemeenschap er behoefte aan heeft om meer te doen voor de bewoners van Gaza. Dit noopte hem om een gesprek te hebben met de directeur van het Surinaamse Rode Kruis, Glenn Wijngaarde, over een inzamelingsactie. Daaruit is deze actie met de donatiebussen voortgevloeid. Deze waren er al tijdens het Eidgebed op het Onafhankelijkheidsplein onder leiding van de Stichting der Islamitische Gemeenten in Suriname, SIS. Waar de SIS haar Eidgebed zal houden, zullen er donatiebussen zijn. Het gevoel van onmacht is erg groot bij ons. Terwijl wij kunnen ontvasten met een dadel en een glas water, moeten de mensen van Palestina onkruid eten om te ontvasten. Aldus minister Somoharjo. Vrijdag is het laatste vrijdaggebed van de maand Ramadan en over 5-6 dagen is Eid. Ik heb net een bekendmaking doen laten uitgaan dat Eid op woensdag is. De SIS organiseert haar Eidgebed weer op het plein. Daar gaan we ook donatiebussen willen neerzetten. We willen donatiebussen bij de SMA neerzetten. Bij SEO willen we neerzetten, bij de verschillende moslimsorganisaties. Ook al zet je maar een gulden, ook al zet je maar 2 SED. In ieder geval heb je wat meer gedaan dan alleen maar praten. En daar moet ik de mensen aan. Zet wat je kan zetten. Wie ziet wat waar SED noemen? Toe SED. Maar help de mensen. Help je broeders en zusters in nood. Want wij moslims leren. Als het met één van ons niet goed gaat, gaat het met ons allemaal niet goed. Als één van ons verdriet heeft, hebben wij allemaal verdriet. En nu wat er gebeurt, maakt ons allemaal bedroefd. En we gaan aanpakken. Middels deze campagne kan de samenleving het gevoel krijgen een daad van betekenis te hebben gedaan voor de bewoners van Gaza. Hoe klein of hoe groot de bijdrage ook is, het is bedoeld om hun leed te verzachten. Directeur Glenn Wijngaarde van het Surinaamse Rode Kruis verzekert dat de gelden er terecht zullen komen. Wij zijn een humanitaire organisatie. Wij zijn onafhankelijk. We zijn neutraal. We hebben 7 principes en de drie zijn heel erg belangrijk om het zo te drukken. Dat kan ik niet noemen. Die vrijwilligheid, neutraal en zelfstandig. Toch? Dus wij bemoeien ons niet met politieke dingen. We kijken van, hey, we gaan geen uitspraak doen hoe het probleem opgelost kan worden. We gaan ervoor pleiten van dat die humanitaire crisis niet meer ontstaat. Want dat is wat we willen vooral. Er moet geen humanitaire crisis meer zijn. Maar ja, ook als er een storm is of wat dan ook, een natuurramp, moeten we aanwezig zijn. En zo moet je het zien. Dus om te zeggen van wat wij hopen als Rode Kruis, ja natuurlijk dat er geen conflicten zijn. Dat is wat we hopen, er moeten geen conflicten zijn. En we moeten ervoor zorgen dat we de kwetsbaren in onze samenleving, of het nou in Gaza is of in Suriname of in welk land dan ook, dat we die ondersteunen. Toch? Daarvoor zijn we er. Altijd voor de kwetsbaren in de samenleving die ondersteuning te bieden.